fans van Gaming met GV. Vandaag gaan we weer een videogame drinks doen. En deze keer gaan we het iets anders doen dan normaal. Normaal doen we videogame drinks, zoals het ook heet. Alleen deze keer doen we het iets anders wat we het voor het WK aan het doen zijn. Ik bedoel, jullie weten dat het eraan komt. En iedereen wil dan ook wat drinken erbij. In ieder geval, ik wel. Dus ik dacht, we gaan wat leuks mee doen. Deze keer is het met alcohol. Volgende week komt er eentje zonder alcohol voor het WK. Dus hou dat in de gaten als je gewoon echt geen alcohol mag drinken natuurlijk, als je onder de 18 bent. Volgende week is het eentje zonder alcohol. Maar deze keer gaan we beginnen met... Ik heb hier drie shots klaar staan. Rood, wit, blauw. Dat idee gaan we doen. Of zou ik hem anders doen, zodat jullie het goed kunnen zien. Nou, maakt niet uit. Ik begin gewoon met de rode kleur. En dat zijn deze twee. We beginnen met wodka en voegen toe met cranberry. Dus laten we gewoon beginnen met een beetje wodka erin. En je hoeft niet te veel te doen, het hoeft geen sterk shotje te zijn. Dit is echt voor het leuke, voor het WK. Dus ik doe een heel klein beetje, gewoon voor de smaak erbij. Want ik wil op zich het WK is leuk om mee te maken dronken. Maar te dronken ook niet. Dus ligt eraan. Als je helemaal niet van voetbal houdt, dan boeit je misschien wel niet. En ga je er gewoon 10 liter wodka aan gooien. Kan. Het kan een keuze zijn. Maar wij doen het niet, in ieder geval ik doe het niet. Dus hierbij doen we gewoon lekker wat cranberry sap. Om een mooie rode kleur te geven. En dat is shot 1. Het is niet zo moeilijk. Het zijn geen moeilijke shotjes met allemaal dingen er doorheen. Het zijn meestal maar twee dingen die erbij zitten. En dat is het. Dus ja, het is maar wat je leuk vindt. De tweede moet wit zijn. Nou is wit lastig. Kan je met meerdere dingen doen. Je kan het ook met melk doen. Maar melk hebben we op dit moment niet in huis. Dus wij doen met baby's en Malibu. Dit is wat sterker shot, duidelijk ook omdat er geen normale drank doorheen zit, maar echt alleen maar alcoholische dranken. Maar het is wel lekker, dus hier gaan we met de baby's. En dit betekent dus dat het ook niet helemaal wit is, gewoon omdat ik dus geen melk heb. Maar het kan wel, je ziet het idee en daar gaat het om. Het idee van wat je hebt geprobeerd, daar gaat het vooral om. Dus dat gaan we deze keer gewoon zo doen. Dit er doorheen. Wat een Malibu. En dan heb je je tweede shot alweer. Ze zijn goed op weg om het duidelijk te maken rood, wit, blauw. Al moet ik zeggen rood en blauw idee. Maar hey, het kan ook een beetje een vieze vlag zijn. Wat idee. Dus de derde is met blue curaçao. Een van mijn favorieten om in mix te doen. Gewoon dat het er heel tof uitziet. De blauwe kleur vind ik. Hiervan doen we ook niet te veel. Het is echt gewoon weer om lekker het smaakje toe te brengen. En de kleur natuurlijk ook. Dus hier gaan we. Gewoon een heel klein beetje erbij. Zo. En de rest vul je aan met Sprite. Of 7-Up of Mountain Dew. Eigenlijk alles wat er een beetje op lijkt, kan allemaal. Je kan het met heel veel dingen aanvullen, maar ik vind het met 7-Up of Sprite het lekkerst. Je krijgt er ook wat frissere smaak van door. Dus dat vind ik heel leuk. En dat zijn ze. We hebben hier de rood, wit, vieze wit, blauwe vlag. Yes! Het is niet helemaal wat hoor, misschien zoals omdat als hij het wit niet helemaal wit is. Maar normaal gesproken doe je dit met melk. Dan is het een stuk makkelijker. En ziet het er een stuk mooier uit nog. Maar je kan duidelijk wel zien dat ik het mijn best heb gedaan om een WK-vlag te maken. En voor volgende week is er dus sowieso ook eentje voor de niet-alcoholliefhebbers of mensen die dus geen alcohol mogen. Maar dat gaan jullie volgende week zien. Ik zeg, wij gaan even roeren. Want dan moet je het wel eventjes willen doen. Gewoon eventjes erin roeren voor de zekerheid. Alle smaken goed gecombineerd zijn. Vooral met deze met de baby's en zo. Dat wil je liever gewoon even mixen. Zo. En de laatste met Sprite. Moet je voorzichtig doen, want daar komen bubbels in. Ik zou zeggen, laten we het proberen. Nee, ik ga mijn eerlijke mening geven. Ik heb het ook nog nooit op, al deze mixen. Dus, behalve dan Malibu Sprite of Blue Curaçao Sprite, die heb ik wel op. Maar, we gaan het zien. Dit was de vodka cranberry. Ik moet zeggen dat de cranberry sterker is dan de vodka smaak. Wat ik niet had verwacht, maar je proef een lichte natint van de vodka nog. En dat vind ik wel heel erg lekker. Hij is heel fris, een beetje fruitig erdoor ook. Dus dat vind ik een hele lekkere. We gaan naar wit. Cheers. Je proeft eigenlijk helemaal de Malibu niet.
alleen maar Baileys wat je proeft. En dan moet ik zeggen, dat vind ik gewoon lekker. Baileys moet je ook niet te veel willen mixen, vind ik zelf. Ik vind Baileys dus heel lekker in een glas met of zonder ijs. En gewoon je lekker aan zit als je op een terrasje zit of zoiets. En dan vind ik Baileys lekker. Dus met dit zeker te doen als shot. Misschien niet achter elkaar, kan je zeggen, maar gewoon steeds slokjes tussendoor mixend of zo. Gaan we naar de laatste toe. Dat is het leukst uitziende, vind ik dus. Probeer dat. Ja, deze vind ik heel erg lekker. Het ligt ook aan je smaak, hoe jouw smaak is. Maar hier proef je eigenlijk de spruit alleen maar. En je proeft de bloemkoolzuur haast niet. Hele lichte naad in het raam. En hij is gewoon heel erg fris. Een opfrisser eigenlijk, zou je het zeggen. In plaats van de andere soortjes die wel wat zwaarder voelen nog voor je. Deze is heel erg fris. Dus ik vind het zelf heel erg lekker. Ik zou ze alle drie kunnen drinken. Ik ben heel erg benieuwd of jij dit gaat nadoen thuis. Als je dus mag drinken. En wat je er dan van vindt. En welke jij het lekkerste vindt. Dus laat me dat weten. Vond je het nou leuk? En heb je zoiets van ik wil volgende week ook de WK versie zien zonder alcohol. Doe dan natuurlijk een like op deze video alsjeblieft hieronder. Laat ook een reactie achter wat je ervan vond. Welke jij dus het lekkerst vond. En of je dus volgende week de niet-alcoholische versie wil zien. En dat was het weer. Abonneer als je het niet gedaan. En favoriet en die like en reactie natuurlijk dus ook. En tot de volgende keer mensen. Doeg!